In deze video ga ik met boekverkoper Bart praten over Nederlandstalige fantasy. En fantasy in het algemeen eigenlijk. Waarom zien we dat niet zo heel veel in de Nederlandse boekwinkels? En wat kunnen wij als fantasygenre eraan doen om dat misschien wel te veranderen? Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schrijven, schilderen, fantasy, allemaal dingen die ik super leuk vind. Vind je dat soort dingen ook interessant? Word dan zeker eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en dan mis je helemaal niks meer van dit kanaal. Dan kun je altijd meekijken. Wil je reageren op deze video? Als je zit te kijken en je denkt, nou, ik heb hier ook iets over te zeggen. Reageer dan zeker eventjes in de reacties onder deze video of stel je vraag. Vind ik altijd heel gezellig als je daar mee praat. Nou, en vandaag zit ik hier dus met Bart. Bart is al 25 jaar of langer boekverkoper. En houdt ook van fantasy. Heb ik al een keer gehoord. Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat vond ik heel leuk. Want ja, zoals je wellicht weet, hou ik heel erg van fantasy. Ben ik ook mijn eigen fantasyboek aan het schrijven. En ik heb de laatste jaren het Nederlandstalige fantasywereldje steeds beter leren kennen. En wat er dan opvalt, is dat als je in een boekwinkel komt, in de gemiddelde boekwinkel, is er niet heel veel fantasy. Als het er is, is het vaak één kast of zo. En dan ook nog eens voornamelijk Engelstalige fantasy. Nog even tussendoor, we zitten hier in de Nieuwe Boekhandel. Dat is een boekhandel in Bosselommer in Amsterdam, waar ik ook coöperant van ben. Bart ook trouwens. En in deze boekhandel is er een kast met fantasy, voornamelijk Engelstalige fantasy. Wil je meer weten over de boekhandel, dan zet ik natuurlijk hieronder in de omschrijving van deze video de link naar de boekhandel. Uitstekend. Nou. Er is weinig fantasy in boekhandels. Ja, ik vrees dat het nog iets dramatischer is dan jij het voorstelt. Buitenlandse fantasy, alleen maar de kopstukken Tolkien, staan. Brandon Sanderson, George R.R. Martin. Ja, maar het is natuurlijk zo dat er van Tolkien wel nieuwe dingen verschijnen, maar dat zijn geen werkelijk nieuwe dingen. Ik lees ze evengoed heel graag, omdat ik alles lees van Tolkien. Dus daar zie je niet zo heel veel nieuwe dingen van. Maar inderdaad, George R.R. Martin, hoe heet die? Terry Brooks. Ja. Van de Wetten van de Magie, Terry Brooks. Terry Goodkind. Terry Goodkind, precies. Dit is een overhoring. Dat soort dingen zie je. Je ziet het Rad van de Tijd, Robert Jordan. Ja. Dat soort dingen, maar Nederlandse fantasy vind je überhaupt niet in Nederlandse boekwinkels. Nee, wonderbaarlijk eigenlijk. Laten we eerst eens beginnen met kijken naar waarom zie je überhaupt weinig fantasy? Ook Engelstalige fantasy zie je niet heel veel in boekhandels en staat vaak weggemoffeld. Hoe denk je dat dat komt? Nou ja, ik zit met mijn rug naar onze Engelse boekenwand. En zelfs naar de Engelse fantasy. Ja. En op zich verkopen wij dat wel. Engelse fantasy, dat gaat omdat daar ook heel veel in die taal wordt ook heel veel fantasy uitgegeven. Ja. In Amerika wordt nog altijd onverminderd veel fantasy uitgebracht. Mm-hmm. Engeland ietsje minder al, denk ik. In Nederland nog veel minder. Ofschoon het er wel is, maar daar gaan we misschien zo direct even op komen. Ja. Maar vertaald is het heel slecht gesteld. Zelfs van het buitenlandse aanbod wordt alleen maar het toplaagje vertaald, heb ik de indruk. En Nederlandse fantasy vind je dus helemaal niet. Nee. Er waren in het verleden een aantal uitgeverijen die science fiction en fantasy uitgaven. We hebben het vroeger, vanaf mijn vroege jeugd, heb je Meulenhof gehad. Daarvoor heb je de pocketmerken zoals Zwarte Beertjes. Er waren nog zeker 3-4 andere uitgevers die pockets, zogenaamde pockets, uitbrachten. Waar je bijna alle fantasy, science fiction terugvond. Het was de tijd van Asimov, het was de tijd van Zou je zeggen dus dat Einlein. Dat minder is geworden? Het is ongelooflijk veel minder geworden. Meulenhof had je dus, die hebben dit heel lang gedaan. En daarna, dat was een beetje de laatste grote uitgever die zich ermee bezig hield, had je Luiting-Seidhoff. Ja. Die doen niet veel meer aan fantasy. Nee. Die brachten in het verleden ook Nederlandstalige, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven fantasy uit. Ja, zoals Adrian Stone bijvoorbeeld. Adrian Stone, ja. Waarom denk je dat dat minder is geworden? Heb je daar een gevoel bij? Nee, ik heb daar geen verklaring voor. Ik heb daar ook niet echt een gevoel bij. Zou je zeggen dat het slechter is gaan verkopen? Los van dat het aanbod minder werd. Kwam dat het aanbod minder werd omdat het slechter verkocht? Ja, wat was er eerder? Het is moeilijk te zeggen. Het moet wel zo zijn dat een uitgeverij als Luiting-Seidhoff minder fantasy ging verkopen en gegeven besloot om de tak gefaseerd af te stoten. Ja.
Maar ik kan mij niet voorstellen dat de interesse voor fantasy werkelijk verdwenen is of zelfs dramatisch verkleind is. Nee. Ik heb trouwens wel eens, ik heb de Hogeschool voor de Kunsten gedaan, videoafdeling. En daar heb ik dus geleerd dat in tijden van crisis we liever fantasy en science fiction lezen dan in tijden van niet-crisis, zeg maar. Omdat escapisme dan... Precies, we willen meer escapisme op het moment dat er crisisachtige situaties zijn. Dus zou het meespelen dat het, weet ik, ja, in de jaren 90, begin 2000, dat het goed ging met de wereld, dat we dus minder fantasy lezen? Of zou je zeggen, nou, eigenlijk wordt er evenveel fantasy misschien wel gelezen? Ja, maar nu zitten we alweer een aantal jaren in wat minder gunstige vaarwateren. Ja, nou, en ik heb ook het gevoel dat ik zie dat er fantasy in opkomst is. Maar goed. En dan bedoel je Nederlandse fantasy? Of bedoel je... Eigenlijk wereldwijd, ook als je kijkt naar gewoon bijvoorbeeld Netflix, de films die uitkomen. De fantasy doet het daar supergoed. En even terzijde, ik heb het steeds over fantasy. Ik bedoel dan ook science fiction, horror, al het fantastische genre, zeg maar. Ja, al moet je ook zeggen dat science fiction en horror meer zijn gaan kwijnen dan de Klopt. Fantasy. In Nederland zie je ook dat fantasy het nog beter doet dan science fiction en horror. Ja. Ja, we zien dus eigenlijk dat uitgevers in Nederland minder fantasy uitgeven. Of ze dat doen doordat er minder verkocht wordt of niet, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Maar je ziet wel iets dat het gebeurt. Zie je ook dat mensen minder fantasy kopen? Nou ja, wij bieden het ook, dat ene kastje fantasy wat wij hebben staan in het Nederlands, dat is maar zo'n klein onderdeel van deze winkel. En mensen vragen er inderdaad ook niet veel naar. Het lijkt wel alsof het genre door allerlei oorzaken monddood is geraakt. Ik heb soms het gevoel dat je ziet dat mensen fantasy en science fiction minder serieus nemen. Dat ze het eerder zien als een genre voor kinderen. Ja, hè, dus, kaboutertjes en ja, precies, zoals sprookjes, weet je wel. Dus dat het inderdaad, voor kinderen heb je genoeg fantasy en science fiction. Dat is opvallend. Dat er inderdaad zat fantasy, zowel in het Nederlands als in het Engels, wordt geschreven voor kinderen. Maar zodra je ouder wordt, moet je daar niet meer van houden, of zo. Daar lijkt het op. Ja. Daar lijkt het op. Voor young adult zie je natuurlijk ook dat er veel fantasy is. Dat is typisch een genre wat het bij young adult goed doet. Ja. Waarom denk je dat het bij young adult en kinderen beter werkt? Of misschien dat het niet per se beter werkt, maar dat zie je wel gewoon dat populair is of zo. Dat dat veel wordt uitgegeven, dat je dat veel in de boekwinkels ziet. Waarom is dat Ik meer... Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Waarom het eigenlijk ophoudt na de young adult. Ja. Want tot met young adult zie je zat fantasy. Ja. Maar daarna houdt het een beetje op. We zitten erover na te denken, waarom lezen mensen geen fantasy? Of althans veel minder dan ze deden. Ja. Jij zei dat dat iets te maken kan hebben met de stand van de economie. Misschien, ja, ik zeg het maar. Of massaneuroses in de maatschappij. We hebben er nu zat. Veel stress in de wereld, laten we het zo zeggen. Ja, pandemieën. Misschien draagt dat bij. Ik bedoel, je ziet inderdaad dat mensen wel veel fantasy kijken. Zeker wereldwijd gezien. Nou ja, Game of Thrones is een van de grootste series geweest van de afgelopen 50 jaar, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja, dus in die zin werkt het wel goed, zeg maar, de fantasy. Ja, dus fantasy is er nog steeds. Alleen de vorm is iets anders. De films van naar Lord of the Rings en de Hobbit zijn zeer succesvol geweest. En nou zou ik wel graag willen dat ook andere schrijvers aan bod komen. Maar dat werkt dus allemaal uitstekend. Ja, alleen... en ook in Nederland zie ik dat mensen veel geïnteresseerd zijn in fantasy. Als ik kijk naar de beurzen, festivals, alles wat er is op het fantasy en science fiction gebied in Nederland. Die worden allemaal enorm goed bezocht. Dus er is echt een markt. Toch zie je dat niet terug per se in de winkels. Nee, Ja, denk je... Ja, het is op een gegeven moment zo ontstaan. Laten we daar beginnen. Dat er minder boeken werden uitgegeven door Nederlandse uitgevers. Inmiddels is er wel, zou ik echt zeggen, weer een markt voor fantasy. Is het dan niet zo dat nu boekhandels gewoon nog een beetje in feite achterlopen daarop? Dat ze dat nog moeten ontdekken? Dat zou kunnen, maar waaruit concludeer je dat er weer een markt is? Omdat ik zie hoe goed al die fantasy festivals en beurzen worden bezocht. Ja, daar ben ik benieuwd naar, want er is geen enkele link tussen die festivals en boekhandels. Jij komt op een aantal van dit soort festivals. En kun je bij benadering zeggen hoeveel van dat soort jaarlijkse festivals er zijn in Nederland? 20. 20? Ja. En hoe... Vul me even aan als je hier betere cijfers over hebt. Ja. Tuurlijk, ja. maar
het grootste van die 20 festivals, althans eentje waar jij dan naartoe gaat. Ik zou zeggen, hoeveel mensen komen daar? Shit, ja, ik moet hier even fatsoenlijke cijfers over hebben. Nou, bij benadering is mij voldoende. Je mag daar gerust wel... Ik wil daar iets goeds over zeggen. Mag gerust wel enige tienduizenden naast zitten. Nou ja, Dutch Comic Con, die is de grootste denk ik van Nederland. Mm-hmm. En die is 2 keer per jaar. Meestal 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Mm-hmm. In de jaarbeurs in Utrecht. Ah, nee, ja, in de jaarbeurs. Nou ja, en die is denk ik 20.000 mensen die daar komen of zo. Ontzettend veel. Ja, toch? Ik zei net voor de grappen, maar... Dus ik heb dus een video laatst gemaakt over wat er in Nederland allemaal te beleven valt op het fantasy en science fiction gebied. Daar heb je heb ik een losse video over gemaakt. Die zal ik linken bij deze video. Oh, ja. En jou ga ik hem eventjes opsturen. Oh, te gek, dank je. Ja. En als je dus dan zegt, je hebt 20 festivals, die andere festivals zijn wat kleiner... Ja. Maar misschien dat elk van die festivals toch nog een vierde daarvan, 5000 man binnenhalen. Zeker. Dan heb je toch over een redelijk groot publiek dat geïnteresseerd is in allerlei verschijningsvormen. 45.000 bezoekers per editie. Oh, wauw. Oftewel, veel. Oftewel veel. Er is een markt. er moet een markt zijn. Ja. Maar oké, die komen niet allemaal voor boeken per se. Nee, die maar ze houden wel van het genre. Dus gebaseerd hierop zou ik zeggen dat er markt is in Nederland voor science fiction en fantasy. Dat moet zo zijn. Dus ook in de boekhandels. Dat moet zo zijn. Nou ja, dan is het aan de fantasy uitgevers. Welke fantasy uitgevers zijn er nu eigenlijk? Die zijn er, maar ja. Daar gaan we misschien nu achter komen. Om die link weer te leggen, opnieuw te leggen met boekhandels en een algemeen boekenkopend publiek. Ja, want zou je zeggen dat het grootste probleem is? Dat dus de uitgevers van... We gaan even over op Nederlandstalige fantasy nu. Ja, laten we dat even doen. Want daar hebben we het eigenlijk, tot nu toe hebben we het over fantasy en science fiction in het algemeen gehad in Nederland. Maar er is dus ook een hele grote aanbod van Nederlandstalige science fiction en fantasy. Er zijn een aantal uitgevers in Nederland die dat uitgeven. Ja. En dat zie je al helemaal niet in boekhandels. En dat is natuurlijk super jammer. Omdat we inderdaad, denk ik, een grote markt hebben in Nederland. Dus waarom is het niet in boekhandels? Maar zou jij zeggen dat de link er niet is tussen de boekhandels en de uitgevers? Dat denk ik, dat zo is. Maar je kunt misschien zelfs wel stellen dat er geen grote uitgevers meer zijn... Ja. Die zich met fantasy bezighouden en daar echt reclame ook voor maken. En Nederlandse fantasy dan met name... Want uit het buitenland wordt een bovenlaag vertaald en in het Nederlands uitgegeven. Klopt, maar inderdaad, de grote uitgeverijen die zijn inderdaad minder dat gaan doen. Maar in plaats daarvan zijn er ook kleinere gekomen die het zelf zijn gaan doen. En wat je dus ziet is dat heel veel kleine uitgeverijen op die Comic-Con gaan staan en daar zelf hun boeken direct aan de lezers verkopen. En dat loopt hartstikke goed. Ja, dus ze hebben de boekhandels die kennelijk niet willig zijn om... Ja, want dat is natuurlijk, verkopen. Volgens mij, die kleine uitgeverijen lopen er tegenaan dat boekhandels hun boeken niet willen inkopen. Maar goed, ik ben natuurlijk geen boekverkoper of uitgeverij, dus in die zin weet ik niet hoe dit gaat. Nee, maar ik weet het eigenlijk ook niet heel goed. Nou ja, jij komt wel op de boekenbeurzen waar je boeken inkoopt. Ja, zeker. Maar daar staan geen fantasy uitgevers. Nee. Luiting Seithof, de laatste grote uitgever waarvan ik weet dat ze Nederlandse fantasy publiceerden. Ja. Die staat er natuurlijk wel, maar niet met fantasy of nauwelijks met fantasy. Ja. Zou je dus zeggen dat de Nederlandstalige fantasy uitgevende uitgeverijen gewoon daar moeten gaan staan? Is dat de stap? Of zou je ook zeggen, kunnen ze het ook zelf doen door zelf contact op te nemen met een boekhandel? Dat heel veel uitgeverijen, je ziet bijvoorbeeld nu dat Belgische uitgeverijen, we hebben het nog niet over fantasy, maar we hebben het over boeken in het algemeen, fictie, non-fictie, literatuur... Die gaan direct naar Nederlandse boekhandels. Ik krijg af en toe bezoek van Belgische uitgevers. Okay. Omdat zij meer boeken in Nederland willen verkopen. Okay. En dat is dus eenzelfde soort, nou ja, in bepaalde opzichten eenzelfde soort probleem. En zij lopen gewoon zelf de boekhandels af. Ja, en dat is heel veel benenwerk natuurlijk. Ja. Maar op die manier moet er misschien een opening worden geforceerd. En of dat werkelijk gaat lukken, dat durf ik niet te zeggen. Maar van een van die Belgische uitgeverijen heb ik, omdat degene heel goed kon vertellen waarom de boeken die hij uitgaf goed waren,
een aantal titels in huis genomen en die heb ik ook verkocht. Dus, ja. Dus dat kan wel, dat is een klein succesje, maar dat zegt nog niks over de hele linie natuurlijk. Ja. Ik ken de uitgever Zilverspoor, als ik me niet vergis gaat jouw boek daarbij verschijnen. Ja. Zijn er meer kleine uitgevers die zich met fantasy, Nederlandstalige fantasy, bezighouden? Ja. Ja, er zijn er wel. Ik zou zeggen dat Zilverspoor / Zilverbron is de grootste. Zilverbron is een soort van onderuitgever van Zilverspoor. Dat is een imprint. Ja, maar je hebt er zeker meer. Je hebt Celtica, Mac. Ik zal je zo meteen een lijstje geven. Hierover heb ik nog een andere video gemaakt. Ook die zal ik linken bij deze video. Weet jij veel van Nederlandstalige fantasy? Ik heb in het verleden redelijk geweten wat er gebeurde. Maar dan heb ik het over een verleden van 10, 20 jaar geleden. Het was in de tijd dat Luiting nog zijn best deed. Ja, inderdaad. Dat mensen als Peter Schaap met enige regelmaat boeken publiceerden. En die boeken werden ook wel redelijk gelezen, meen ik, in die tijd. En behalve Peter Schaap heb je nog wel een andere... Ik dacht mannelijke auteur gehad die het een en ander publiceerde in dezelfde tijd. Van de latere Nederlandse fantasy ken ik eigenlijk alleen Adrian Stone. Ja. En daar heb ik de eerste 3 boeken van gelezen. Die hebben wij ook verkocht in deze winkel. En omdat ik zelf, maar ook mijn toenmalige collega Volko de Jong... Wij vonden allebei die boeken van Adrian Stone goed. Ja. Gewoon goed. Ja. Niet goed voor een Nederlandse schrijver, Nederlandse fantasy schrijver, maar gewoon... Goede boeken. Ja. En ook behoorlijk netjes uitgegeven. Ja. Ja. Omslagen zagen er goed uit. Maar daarbuiten kan ik je niet heel veel vertellen. Ja. Eigenlijk ben ik sinds Adrian Stone... en dan heb je nog een schrijfster gehad... die een boek over een magische academie... Nathalie Koch, precies. Ja. Ja. Maar denk jij dat er voldoende talent is in Nederland... Ja. Heb je daar zelf een redelijk overzicht in? Ik doe mijn best om zoveel mogelijk fantasy in Nederland te lezen. Maar goed, ja, de tijd is beperkt. Ja. Ik lees zeker veel in Nederland en er is echt wel talent. En dan lees je niet enkel van jouw eigen uitgever boeken, maar je leest gewoon in zijn algemeenheid. Ja, zeker. Ja. En er wordt ook nog wel veel zelf uitgegeven. Dat is natuurlijk nog ingewikkelder, want die hebben geen uitgeverij die zeg maar ergens... Een publiciteitsapparaat hebben. Ja, dus dat maakt het nog moeilijker. Dat is ook heel moeilijk. Ja. Ik moest vandaag bijvoorbeeld iemand die bijna een half jaar bij ons 3 exemplaren van haar boek had liggen... moest ik aanschrijven en zeggen dat ze die boeken mocht komen ophalen... Ja. Omdat we ze niet hebben verkocht. Ja. Dat is vervelend, des te meer omdat ik dat boek gelezen heb, dat een uitstekend geschreven boek is. Ja. Dus kwaliteit op zichzelf is niet voldoende, zolang mensen je boek niet oppakken, kopen. Ja. En er is geen rugbaarheid aan wordt gegeven dat het boek überhaupt bestaat. Ja. Dus dat is een groot probleem natuurlijk. Naast dat misschien de Nederlandse fantasy uitgevers niet goed te zien zijn voor de boekhandels, dat jullie niet weten dat ze bestaan, is misschien ook nog een probleem dat ze meer marketing zouden moeten doen. Ja. En want de marketing die ze doen, ik bedoel, dat is op die beurs en festivals staan in het genre en dat is heel effectief, maar daarbuiten doen ze weinig, denk ik. Ze zouden vertegenwoordigd moeten zijn op dezelfde plekken waar de realistische fictie, om het zo maar even te noemen, aangeboden wordt. Daar zouden ook die uitgeverijen moeten staan. Of gewoon het ook geld kost om op zo'n beurs te staan natuurlijk. Ja, maar goed, dat geldt ook voor die fantasybeurs waar jij het over hebt. Ja. Zou je zeggen dat als je daar zo'n fantasy uitgever tegenkomt, zou je daar dan naar kijken? Zou je dat dan kopen? Ik zou dat wel willen in ieder geval. Het genre heeft mijn liefde. Ja. Even terugkoppelend naar boeken die in eigen beheer worden uitgegeven. Er heel vaak... Ik vind het lullig om te zeggen, maar er heel vaak niet super uitzien. Ja. Dat je vaak aan de buitenkant al ziet dat het een eigen beheeruitgave is. En sommige aspecten daarvan kun je niet voorkomen. Omdat je nu eenmaal niet het geld hebt om een grote oplage te maken met uitstekend papier, met uitstekende artwork. Ja. Ik ken ook het zelfuitgeefwereldje in Nederland een beetje. Ja. Er zijn inderdaad, helaas, daarbinnen boeken die er niet goed genoeg uitzien.
Dat wil niet zeggen dat ze niet goed geschreven zijn. Dat zou kunnen. Maar dat ze qua uiterlijk niet goed genoeg eruit zien. Ja. Maar er zijn ook zelf uitgegeven boeken, ook binnen het fantasy genre, die er goed uitzien, goed geschreven zijn. En even goed. En toch is het gewoon heel moeilijk om die goed aan de man te krijgen. Ja. Dus dat is ingewikkeld. Waarom zit er geen brood in het uitgeven van fantasy in het algemeen? Ja. En in het bijzonder het uitgeven van fantasy in Nederlands. Ja, en ik heb dus het gevoel dat er wel brood in zit, maar dat er ergens men elkaar niet weet te vinden. Ja. En als ik jou zo hoor inderdaad over, ze staan niet op de beurzen waar ik kom. Ik zie geen folders van ze verschijnen. Ik krijg ze niet toegestuurd. Nee, ze komen dus ook niet in de winkel hallo zeggen. Nee, ik heb één keer toevallig gesproken met iemand van Zilverspoor. Oh. En toen heb ik een foldertje gekregen. Maar ja, nee, goed. Het is niet enkel dat. Het is ook dat die boeken besproken moeten worden. Er is misschien ook geen groot magazine, tijdschrift dat fantasy bespreekt. Er is wel wat, maar dat wordt vooral verspreid onder liefhebbers. Ik wou net zeggen, het zijn liefhebbersblaadjes. Ja, ja. Nu ik er zo over nadenk. Kleine want je hebt bijvoorbeeld de HSF. Dat is een uitgave van het NCSF, volgens mij het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction en Fantasy. Mm-hmm. Die geven de HSF uit. Daar kun je lid van worden. Daar staan ook recensies in, bijvoorbeeld. Mm, HSF. Dus eigenlijk, tip aan HSF, stuur eens eventjes gewoon de HSF naar boekhandels. En daar staan recensies in. Onder andere, er staan ook korte verhalen in. En daar staat ook zo'n beetje, via zo'n tijdschrift kun je volgen wat er verschijnt. Onder andere, ja, maar niet. Dat is niet hun uitputtend. Basis. Nee, zeker niet. Nee, dus eigenlijk, er is inderdaad ook misschien niet een overkoepelende. Een verzamelpunt. Nee, er zijn ook wel websites waar dit soort dingen worden gedaan, maar. Niet elke website bespreekt alles, zeg maar. Er is net een nieuwe organisatie opgestaan. Mm-hmm. Die heb ik ook nog niet genoemd in de video die ik laatst gemaakt heb over wat is er allemaal te beleven in het Nederlandse genre. Mm-hmm. En dat heet de Fantastische Unie. Die is net 2 weken oud. Dat is wat precies? De Fantastische Unie? Ja, een website? Ja, of een organisatie die zich als doel heeft gesteld om de Nederlandstalige fantastische genre een boost te geven. En ze hebben allemaal plannen. Maar goed, ze hebben wel grote plannen. Ja. En zit daar ook geld achter? Dat is een goede vraag. Mensen van de Fantastische Unie, kunnen jullie dit even beantwoorden? Want ik weet dit niet. Nee. Wat is hun rijkwijde? Ben je dan heel benieuwd naar? Ik weet dat er een groot aantal mensen achter zitten. Maar verder weet ik het niet. Ja, en het helpt ook als mensen zoals ik, die in het verleden veel fantasy gelezen hebben. Dit wat er dan wel is, in kaart brengen. En misschien dan beginnen met het topje van de ijsberg in boekhandels te brengen. Ja, ja. Ja, want ik denk ook nog, we hebben het wel gehad over dat er minder gelezen wordt. Boekenwinkels überhaupt hebben het soms moeilijk. Mm-hmm. Veel boekhandels zijn opgevallen. Precies, terwijl ik dus zie dat fantasy en science fiction, of fantasy vooral, mm-hmm, goed gelezen wordt. Als genre doet het goed. Zou het ook niet helpen voor het boekenvak in het algemeen om weer ook meer naar de fantasy te kijken, om dat meer te omarmen? Ja, mee eens. Ik bedoel, fantasy, dat zijn fantasy-lezers, dat zijn mensen die lezen niet een boekje af en toe, maar die lezen zo'n rij boeken van één, hè? Dat zijn 10 vervolgdelen. Precies, daar moet je je toch op richten als boekhandel. En die boeken die kosten allemaal €22,95 of meer nog, want het zijn zulke dikke boeken per stuk. Ja. En dat zijn heerlijke klanten. Ja. Het is nog niet eens, eigenlijk heb ik hier veel te weinig bij stilgestaan, maar het is nog geen 8 à 10 jaar geleden dat er wel fantasy verkocht werd. En dat ik zowel in deze winkel als in vorige winkels waar ik werkte van dat soort klanten had. Ja. Die in de maand gewoon 10 tot 15 tot 20 boeken kopen. Ja. En die allemaal verslinden en die een honger aan de dag legden die nooit gestild werd. Ja. Ja, nou die zie ik ook hoor. Zeker in het fantasy genre inderdaad, ja. Dus ja, het antwoord is ja. Als we opnieuw goedlopende fantasy titels zouden hebben en series, dan zou dat zeker helpen. Ja. Ja. En nog eventjes een zijpaadje. Ik zie soms dat mensen
mensen die zelf nog niet echt fantasy lezen, dat die soort van neerkijken op de fantasy van dat is alleen maar voor kinderen. Dat kan toch niet goed zijn, het is geen literatuur. Mm-hmm. Het heeft een soort stigma. Ja. Is dat iets wat je ook ziet bij mensen? Ik bedoel, raad je bijvoorbeeld wel eens aan klanten fantasy aan en dan zeggen ze nou nee, dat is niet voor mij? Of hoe zie je dat? Ja, maar je ziet toch ook heel vaak dat mensen bepaalde dingen wel gelezen hebben. Neem bijvoorbeeld Marion Zimmer Bradley, een van de vele variaties van de Arthur-legende. Ja, inderdaad. Nou, ik zie inderdaad ook wel eens dat mensen... De Nevelen van het Woud. Nevelen van Avalon. Nevelen van Avalon. Die heb ik ook gelezen. Ja. Het zijn verschillende delen. Ja. Nou, ik zie ook wel eens dat mensen... dat ze zeggen, oh nee, ik lees geen fantasy of ik hou niet van fantasy. Maar als je dan zegt, ja, maar ken je Lord of the Rings of de Nevelen van Avalon of Harry Potter? Dan zeggen ze ja. En dat vinden ze dan leuk. Dus soms weten mensen ook misschien niet genoeg wat fantasy is. Nou ja, maar fantasy is veelvormig. Er zijn zo ontzettend veel soorten fantasy. En dat speelt zich een beetje af, lijkt het wel eens, in een bepaalde subcultuur. Ja. Cyberpunk bijvoorbeeld. Dat is onder fantasy-liefhebbers is dat een heel gewone term. Ja. Maar de meeste mensen daarbuiten, die weten niet wat cyberpunk is. Het klinkt een beetje raar, vinden ze. Ja. Nee, inderdaad, fantasy is een beetje onder de radar of zo. Maar heeft dus ook inderdaad dat stigma dat het onder de radar is en misschien wel voor nerds of zo. Het bloeit in een bepaalde underground cultuur. Maar... Terwijl ik soms denk dat mensen het nog niet weten, maar dat ze het wel heel leuk zouden kunnen vinden. Maar goed, misschien moet ik me daar niet op richten. Op dat soort. Ja. En die mevrouw die De Reiziger geschreven heeft. Diana Gabaldon. Gabaldon. Nou ja, dat zijn super populaire boeken. Ja. Het eerste deel hebben we heel veel verkocht. En er zijn ontzettend veel delen die op een gegeven moment wel ietsje minder gingen verkopen. Maar dat zijn dingen die voor een reusachtig publiek zijn. En daarnaast ook gewoon wel goede fantasy zijn. Ja. Zou het helpen om de fantasy gewoon vooraan in de winkel te zetten in plaats van achterin in één kast? Nou ja, dat is de Engelse fantasy. De Nederlandse fantasy staat zo'n beetje halverwege de winkel. Ja. Is ook niet vooraan. Ja. Maar dat soort dingen kunnen helpen. Altijd als je een genre vooruit wil helpen in je winkel, de verkoper van, dan ga je erover nadenken of je dat niet meer voor in je winkel zal zetten. Ja. Dus ja, dat zou kunnen helpen, natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb het gevoel van, het zou volgens mij boekwinkels kunnen helpen, omdat mensen fantasy meer willen. Maken. Ja. Ja, mensen houden van avonturen. Mensen houden van naar andere werelden gaan. Ja, in deze tijd willen we escapisme, weet je wel. Ja. Dus zou het niet helpen inderdaad? Is het zo dat boekverkopers of boekwinkels het niet durven? Omdat ze denken dat het niet werkt? Zou dat iets mee kunnen spelen? Nou, terwijl ik van fantasy hou, is me eigenlijk nauwelijks opgevallen dat het aandeel van fantasy in deze winkel steeds verder is teruggelopen. Ja. Dat is me nauwelijks opgevallen, omdat ik niet alleen maar fantasy lees. Tuurlijk. Maar ik denk dat het de moeite waard is, en niet alleen maar vanwege sympathie voor het genre, maar ik denk dat het de moeite waard is om fantasy terug in boekhandels te hebben, omdat je dan een bijna onuitputtelijke bron hebt van verkoopmogelijkheden. Ja. En dat zijn goede boeken. En er zijn er veel van. En ze zijn dik. En nou ja, goed, al dat. Ja. Maar we hebben het nog steeds over goede fantasy. Ja, en dus stap 1 is natuurlijk altijd goede producten maken. Zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook wat uitgevers van die er dan wel zijn van fantasy zich altijd voor ogen moeten houden. Dat je mooie boekjes moet maken. Dat ze er goed uit moeten zien. Ja. En daar moet in geïnvesteerd worden. En de kosten gaan voor de baat uit. Ja. Dus je moet eerst... Er moeten een paar mensen zijn die veel liefde voor het genre hebben en bereid zijn om daar gedurende een x-periode geld in te steken. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat er dan wel weer een groter marktaandeel komt. Ja. En zou je zeggen dus dat moet komen vanuit de uitgevers voornamelijk? Of zou je zeggen dat ook de boekhandelaren, de boekhandels daar iets in kunnen betekenen? Behalve dat ze misschien gewoon eerst aan hun mouw geschud moeten worden van hallo, kijk eens wat er is. Nou ja, zoals nu. De situatie is lastig. Dus als jij, daarom vraag ik ook aan jou, wat voor websites heb je? Wat voor periodieken zijn er? Waardoor iemand zich op de hoogte kan stellen van wat er nu eigenlijk gebeurt op die Nederlandse fantasymarkt. Ja. Niet de markt, gewoon wereld, de schrijvers. Ja.
En waar zijn de lezers? Nou, die zitten kennelijk op al die festivals waar je het over hebt. Ja. Maar die zijn niet... Die zijn een heel klein beetje in de boekhandels. Ja. Maar ja, ik had het eerder over Terry Goodkind. Maar eigenlijk is het raar dat wij een deel van die zwaarde trilogie van hem... Dat is al zo oud eigenlijk, mm-hmm. hè? Ja, er worden dus heel veel nieuwe toffe dingen gezegd. Dat zou je moeten vervangen voor... waarom staat het hier eigenlijk? Het is veel meer, er is veel meer dat goed is en dat veel nieuwer is. Ja. Dus ja, ik zou zelf, en ik veronderstel dat er meer mensen zijn die sympathie voor het genre hebben, zelf moeten kijken wat er gebeurt. Ja. En als je daar dan een gegeven moment kijk op hebt en je kunt onderscheid maken tussen wat goed en wat slecht is, dan... Ja. Heb je een begin? Ja. Oké, okay. Dus eigenlijk denk ik wel van twee kanten dat dit aangepakt kan worden. Ja. Wij als schrijvers en uitgevers en ook de boekhandels. Maar misschien moeten wij als schrijvers en uitgevers ook een beetje de boekhandels helpen daarbij. Door ze eventjes weer bewust te maken van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dat er iets gebeurt. Ja, want precies. Ik denk dat dat besef een beetje is verdwenen. Ja. Dat er op de Nederlandse, in de Nederlandse fantasywereld... grote dingen gebeuren. Ja, ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Kijk je wel eens bij andere boekhandels hoe zij het aanpakken? Zie je dat we die keuzes die jij maakt, dat die andere boekhandels die ook op die manier doen? Nou, ik zie in ieder geval dat er nergens veel... of nergens, ik kom niet overal... maar dat op de plekken waar ik kom... dat het aandeel fantasy enorm is teruggelopen. Ja. Dat is volgens mij gewoon een feit. Ja, ja. En volgens jou ook, begrijp ik. Ja, inderdaad. Jij ziet dit ook. Als ik in een boekhandel ben, ga ik altijd kijken... hoe zit het hier met waar de fantasy? Waar staat de fantasy? Ja. Hij staat helemaal nergens. Ja, precies. Ja. Dus ja, inderdaad, dat zie ik ook wel. Het is een wisselwerking. Ik krijg geen nieuwe dingen aangeboden. En ik lees het niet. Omdat je het niet aangeboden krijgt, ga je het ook niet lezen. Daardoor lees je natuurlijk. Ze niet. Ja. Ja. Ik zit me af te vragen, hoe kwam ik wel aan Adrian Stone? En waarom zat dat omdat hier hij bij Luiting Zuidhof zat. En Luiting Zuidhof daar reclame voor maakt. Die staat op de beurzen. Volgens mij hebben die boeken zelfs wel eens op grote billboards gestaan. Ja, ja. Wat ik wel eens hoor van de kleine fantasy-uitgevers is dat jongere boekenverkopers, ja, mm-hmm. weet ik veel, twintigers, dertigers, mm-hmm. dat die meer open ervoor staan. Omdat gemiddeld gezien... Kijk, jij bent iemand toevallig die fantasy fan is. Ja. Maar dat gemiddeld gezien zeker de wat oudere is een groot woord. Maar dat die vaker minder geïnteresseerd zijn in fantasy. Dus dat het ook een generatieding is of zo. Nou ja, ik ken heel veel mensen, intellectuele types... die in het verleden fantasy en vooral science fiction gelezen hebben. Maar die dat nu niet meer doen. Ja. En ik moet van mezelf zeggen dat ik de laatste jaren nauwelijks fantasy gelezen heb waar ik van achterover sloeg. Ja. Ja. Eerst moet ik zeggen, ik heb nauwelijks fantasy gelezen. En dat beetje dat ik heb gelezen, daarvan was weer een heel klein stukje waarvan ik... Iemand als die Nomi Novik, dat vind ik dan een echte verteller. Ja. En dat is gewoon goed en lekker spul. Ja. Maar buiten dat, heel weinig. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat de conclusie een beetje is dat de Nederlandse fantasywereld moet werken aan de zichtbaarheid. Waardoor boekenverkopers het weer meer gaan bekijken, lezen en daardoor ook weer willen aanbieden. Ja, als jij mij inderdaad, ik heb nu al een beetje van je gekregen, als jij mij de tools geeft om... in kaart te kunnen brengen wat er gebeurt in Nederland... dan ben ik bereid om dat echt goed te bekijken. Ja, leuk. En de dingen die ertussen zitten die goed zijn... en die er dan ook nog een beetje verkoopbaar uitzien... die zou ik dan wel in de winkel willen uitproberen. Ja, ja. Leuk. Ja. Nou, ja, leuk. Gaan we kan regelen. Leuk zijn. Ja. Ik zou zeggen, dankjewel voor dit gesprek. Ik denk dat ik en de Nederlandse fantasywereld hier veel van kunnen leren. En wellicht nieuwe tactieken op toepassen. Ja. Over hoe we onszelf zichtbaarder gaan maken. Dus heel fijn. Ja. Mocht je nou nog... Jij ook bedankt voor het kijken trouwens. En mocht je hier gedachten over hebben, wil je hierover meepraten? Vragen stellen aan mij of aan Bart hierover? Doe dat dan zeker door in de reacties onder deze video te reageren op deze video. Vinden wij heel erg leuk, want ik denk dat dit een onderwerp is waar we nog goed over door kunnen praten. Nu en in de toekomst. Ja. Top. Nou, dankjewel. Tot de volgende.